de verhaaltje. Misschien of zo even filmen. Kom ik nu op? Maxim MG08. Moet ik hem even vasthouden? Eens licht. Nou, bijna. Dit is vooroorlogs en drijf in. Ja, zeg je het, Mart. Bukken, bukken, bukken. Oeh, alweer. Hartje. Alweer. Ja, een beetje lang eigenlijk. Ik zeg het, bukken, bukken, joh. Blijf bukken als je loopt. Bukken. Hou vast dan. Ja, dat zeg ik toch? Ja. Het is helemaal niet om mijn broek. Ja. Nee. Zo, en? Geestelijke wonden doen. Ja, hele grote voor ons. Hier op de grond liggen ook zo, hè? Ja. En daar heb je zo meteen een pad. Bij heel veel zuilen. Pad vol. Donker? Nee. Ja, dat kan niet komen. Ja, loop in het bos, joh. Loop in het bos, hè. Ik doe maar in de knop, Huh? Liepen de soldaten altijd van het ene punt naar het andere punt. Ja? Kijk of je moeder krijgt. Maak je documentaire? Nee, gewoon filmen. Dan kan maar afbeelding van. Hier is het vliegveld.
Ja, het lijkt alsof die groot is. Door die bladeren. Oh ja. Dat is volgens mij. Ja. Wat? Nu, dat is echt gewoon de paadjes volgen, maar dat is niet waar. Ah ja. Ja, en op waarde, hè? Dat zijn hier ook voor. Op Bali? Vleermuizenvolk. Zijn jullie daar geweest? Ik kan me niet herinneren. Ja, Wat moet je nou, hè? Wat gaat die van je doen? Eikenbos. Ja. Zoeken. Ik heb het tegen John, die heeft hier een boot hangen. Aan deze kant heb je een langere. Dan heb je beter beeld, de andere kant. De andere kant heb ik net gedaan. Oké, kom maar. Die beloofd echt niet. Ik glijf al zo wat uit. Wat is dat, een konijnenhol? Hey, ik zie een vuilniszak. Die eigen staan, dat kan je niet buiten ook, hoor. Ja. Dat is niet waar, kijk maar. Ik wacht op die mensen dat ik het niet. Ja, ze komen wel. Hi. Hallo. Ja, maar je neemt alles op. Daar is ja, paarden bij. Daar zit mijn neefje op. Hé, hey, wat? Het is... Hij filmt, maar ik weet niet wat hij filmt. Door de eikel of zo, weet ik niet. Hier is lekker s'avonds. Hier, ja. Oh, hier. Moet ik hem even vasthouden hier in de camera? Nee. Nou, ik zou het maar doen, want ik zie dat het fout gaat. Ja. Als je niet goed je voeten kan neerzetten. Gewoon zo houden. Oh, dat is mooi zo. Mag ik hem weer? Ja. Maar ze moet vallen. Hoe is het jou, hè? Wil je je vest uit doen? Nee. Als ik omval, dan moet je me niet gaan filmen, hoe ik dan langzaam dood ga. Dan moet je wel even hulp roepen. Wil je dat doen? Ga ik zo zeggen, ha ha! Nou, dat doe ik niet. Nou sta ik op de camera. Hoe jij bent.
kan je ook goed lopen, hè? Dat je mooi klappen. Oh, speermuizen. Heb je die ook al gefilmd, hoor? Nee. Even een keer filmen, zo. Dit is speciaal voor vleermuizen, dit. Ja, en er kunnen dus geen mensen speciaal expres in. Vleermuizen. Een licht. Ik vind het wel mooi hoor, al die kleuren. Ja? Moet ik ook je broek opstellen? Nee, hoeft niet. Even wachten tot iedereen. Ja, gewoon een leuze. En wat gaat er iedereen te doen? Van s'avonds, zo'n priester bijvoorbeeld, gaat er even terrassen. En ja. Dit? Nee, ja, en die hier, hierboven. Wat is daar dan? Ja, dat is echt zo'n, daarnaast is echt zo'n marktplek, die gaat daar vast over struiken. Kijk dat daar! Ik zag hem ook toevallig net. Bovenop hier. Daar is daar nog. Oh, dit! Ja, dat is toch niet normaal? Oh, hier, dit joh, kijk uit. Oh ja hoor, daar ga ik zo overheen. Ja, mijn moeder ook. Die is ook zo. Dat is niet aardig wat je zo zegt. Ja, ik vind mijn moeder, je moet kijken waar je loopt. Ja. En je voeten optillen. Die is zo als ze hier loopt, zou ik wel over die. Dus het kan altijd erg vast, weet je wel. Die dingen hou ik zo weer aan mijn arm zo. Dus het kan altijd erg. Volgens mij komt het ook omdat hij de leegte wil.
Oh, ze heeft dubbel fout. Ja, maar jouw moeder hoeft die bril er niet op te hebben thuis. Ze zit alleen maar slecht omdat ze door een leesje moet kijken als ze loopt. Maar ziet ze dan nog wel goed op de tv, hè? Ja, maar je kan gewoon gaan om die bril te zetten. Ik hoef niet dat je een leesje hebt. Ik heb nieuwe lijken. Ja, heel erg goed zien. Ja. Dat is alleen maar lastig, want als je dan door, als je naar beneden kijkt, kijk je door het leesje, dan denk je dat je al op de billen zit. Zo, nee, dat ga je. Nou, dat is zo. Als je trap loopt, heb je dat ook niet. Dan ga je zo niet. Of goed het leer maken. Je blijft toch ophouden. Ja, dan moet je het eruit, hè. Ja. Dat is wel druk, hè. Ja. Zo nog. Ik ga hier even wachten en ik heb geen zin meer in de mond gelaten. En met de groen en met de blauw. Ja, zeker. Hey. Ik zie hem in die mensen eruit. Ja, ja. Ja, kijk dan, ze staan opgehoopt daar. Ja, ik moet er ook nog kijken. Je moet gewoon scheet laten en lopen we weer door. Ga nog wat tussendoor. Zo eigenlijk wel. En dan ga je gewoon weer aangereiken. Ja. Wat is er dan? Heb je al wat dingen erin? Zes stuks. Ben je daar niet bang voor? Ja. Een uitje. Ja. Een wandeling. Goed voor de appetiet. Ja. Moet je broeken? Nee, hoeft niet. En daar nu, kusje. Niet? Oké. Of filmen? Ook gaan. Met de zingen. Ja. Meestal als je een jet hierbij hebt, dan gaat ze. Ja, dat is het. Ze is bang hoor. Is dat voor de laatste tijd? Ja, maar ik zeg ook dat komt door die. Ja, misschien wel, maar daarvoor had ze dat niet, nee, volgens mij. Nee, nee. Nou, soms wel eens hoor. Ja, maar niet echt. Nee, maar dat kon gewoon door die toestand. Want ze zei ook, we gingen allemaal overstuur. We gingen weer weg, allemaal. Thuis. En dan hoorde ik haar zeggen, de liefde terug. En die komt. Ze zeggen, ja, jullie gaan gelukkig gewoon hier blijven allemaal. Het is gewoon een soort verlatingsangst, hè? Ja, ja, dat krijg je met dat gedoe. Doe niet meer zo voor zo'n kind. Ze krijgen ook, maar ik zei ook... Die kant is, daar ligt ook, voor de Maschata. Ja, dat is ook dit kanon. Dit kanon. Ze wijzen aan ze. Dus daar ligt het fort van de schaap. Oh, daar. Ze schoten precies zo. Rechtstreeks richting het fort. Dus iedereen die zo wilde komen, ja, ja, kon ook kogel op zijn kop zijn. Zo van. Ja, dan zou ik omlopen hoor. Ja. Ze nergens mee heen zonder die pop. Moet die pop op mee naar schieten. Ja, dat wordt haar maatje. En daar hadden vroeger toch? Ja, maar die waren die je niet zag, hè? Lico en Sacco. Sacco en Lico. Wat? Tyrone zijn vriendjes. Maar die bestonden niet. Maar haar hele gesprek had hij met elkaar. We gaven af te luisteren. Hé, Sacco? Ja. Nou, waar is Lico? En dan weet je wel, ook als je naar de speeltuin ging. En als je dan vroeg, waar is Sacco? Hij wist dat het niet zo was. En dan verzon hij altijd wat. Hoezo? Dus, durf je dit? Oh. Wow. Dat is beter dan van jou, hoor. Toch had hij een mond. Ja, joh. Hé, blonde snor. Oh. Nou, ik ga er lekker niet zitten. Oh, dan ben je echt als een schapje, ja. Kijk, ja, dat hou ik wel, hoor. Oh, jeetje, man. Dat zie je nog wel. Ik moet
Maar ik zeg het ook eens, maar dan bedoelt hij het anders. Dan moet ik wat uitnodiging. Dan is het zo van, wil je wat? Dan heb je dat aparte kamertje boven. Oh, je bent erg, joh. Nou ja, emoties moeten ze kunnen laten zien, toch? Oh, een zachtaardige iemand. En je wil degene helemaal slecht maken, juist. Nee, dat kan niet. Ook als een martelweg rijden. Ga jij nou even wat kijken, dat is wel voor jou. Wat zijn jou? Oh. Dan kan je een piano. Ja? Dan kan jullie alles vertellen. Oh. Hier, en nog een, daar kan je ook in. Ja. Ik heb het kijk, het was dit. De soldaten in dit bos zaten te wachten tot de vijand aanviel. Wat doen jullie als je ergens lang moet wachten? Een boek lezen, een spelletje spelen. Kun je... Oh, dan moet je dit, maar ik heb dat niet, die QR-code of zo. Ik wel. Oh, ik moet even dit doen. Zelfs zo naar beneden, hoor. Ze roepen ons eens erbij. Oh, die vallen naar beneden. Kom ik even zitten. Dat is flauw aan die bladeren, hè? Ja. Kom ik even zitten. Een beest, kom hier. Een hele grote beest, joh. Zo, wat zo'n luis. Zo, nou. Even maar hier, even een luis. Graag, joh. Zwarte joekel. Zijn zeker van die padvinders, joh, niet? Zijn zeker van die padvinders, joh, niet? Want ik zie allemaal kinderen met die padvinder kroon ding aan en zo. Wat? Wat is er mee? Ik ben net al, dat is een schimmelbek. Als dat meisje verkeerd neerkomt, dan is dat been geweest. Ja. Dan ga ik daar echt wel staan van, kijk, ik ben helemaal geen watje met mijn kinderen, hoor. Weet je wel zo. Ik ga weer naar de stoer. Ik ga weer naar de stoer. Echt. Oh, wat veel winkels, hoor. Zoveel winkels op één kant. Ja, vind ik. Maar was het dan dicht bevolkt? Dit? Maar waarom staan er zoveel bunkers op één plek? Omdat het genoeg niet. Het loopt door zo. Daar hebben we, waar wij wonen. Ja. En hier, dat was het. Ja. Dat was waar zo'n verdeling hier niet. Eerst een hele linie. Je werd er bij de fence, of niet? Ja, maar daar hebben we toch ook niet zoveel bunkers staan? Dat zijn loopgaven. Loopgaven en dat zijn stukken. Hier achter daar staat de kanonnen in. Lopen. Daar zijn ook nog meer. Dan.
En bij ons, dat is het de eerste die we bij de kast. Hey, wie is het? Jemmo. Ik ga even zitten. Ja, dat is wel zo. We zijn zo filmen. We moeten gewoon even lezen daar. Kinderen. Ja. Zo'n bankje wil ik ook voor. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook. Dat is te huis. Ja, gewoon zo'n bankje. Maar dat is toch gewoon van het bankje. Dus dan ben ik ook even zo rustig zitten in het bos. Ja, dat is leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ook. Hier hebben we de ruimte en dan staat het echt leuk op even een bankje. Ja. Ook als het warm is in de zomer, kan je in de schaduw zitten. Hè? Leuk toch? Maar dit is bankierij of zo. Dit ja, soort. Dit is geen sloophout. Gewoon een hele sloophout inderdaad. Waar ze tegenwoordig die dingen van maken allemaal? Ja, sloophout. Ja, maar dit is een bankierij. Wat wij hebben in de tuin. Ja, stijghout. Ja, een rik gemaakt. En dat is van dat stijghout. Ja, en dit is bankierij. Dit is wat dichter op elkaar. Dit 26 minuten. 26 minuten heb je gefilmd. Okay. Ja, maar ook leuke dingen filmen dan. Eikels. Zit je alleen maar vrouwen te filmen, nee toch? Ik heb 26 minuten alleen maar jongens te gaan filmen. Ja, dus kastanjes gaan ze weg. En je bent bang dat ze meepikken, hè? Je bent bang dat ze met alles op pikken. Ja, we gaan even lezen. Of moet er voor je blijven zitten, mag ook, hè? Kijk, dit is wat Mike uitlegde net. Oh, de eerste lijn lag hier achter, dus die ligt daar. En dit is de tweede lijn. Dat is de eerste. Ja, die daarboven is de tweede lijn. Waar we net liepen. Ja. Je kan je niet voorstellen, hè? Kijk, dat kleine jongetje. Hey, film het, jongen. Heb je wat voor YouTube? Ik wil een pizza kloppen. Oh, nee. Je moet eens echt slecht af kijken. Ja, dan wil je niet over nadenken als hij de verkeerde kant op loopt. We hebben wel een probleem. Kijk, zo was dat. Winkels in het Massenbos. Van wapen, gewapend baton, beton. De voorzijde naar de vijfde van een dikte van een meter. Dus in de zomer is het lekker koud en in de winter is het warm. Ja? Ja. Hoezo? Hoezo is het nou in de winter warm en... Dan blijft de warmte die je overdag krijgt, blijft dan in die deuren hangen, zeg maar. Oké. En in de zomer is het de koelte die er blijft hangen. Oké. Wist ik niet. Ja, dat is een kale hier die huis is. Dan kan ik ook overdag niet meer binnen blijven. Nee, wat door, hè? Door, hè? Dan kan hij aanslapen, maar. Ja. Ja. Ik man. Nee, ik laat mijn buurman die heeft gedaan. Oh. Ja, die is zo'n ding, die zei gewoon met de benzine. Dat is een timmerbeul. Nou. Moet je even een fotootje maken van dat? Moet je dit model dan? Oh, ja, wil je wat anders? Ja, dat is mooi. Volgens mij kun je elk model laten maken wat je wil. Ja. Ja? Maar hoe zit dat dan? Want hoe zit het dan? Ja, want dit is... Oh ja. Ja, maar hij steunt alleen op die twee palen. Ja. Hoe kan dat dan, hoor? Er is een dikke schroef aan de zijkant, hè? Hij heeft twee, kijk, hij heeft één schroef. Hij heeft twee kruisbeen schroeven. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, hij is gewoon... Kijk, hier zit een hele dikke schroef. Een natuurkundige wonder. Nee, hoe kan dat dan? Ja, gewoon omdat hij hangt erin, zeg maar. Hij hangt erin. Dat begrijp ze niet zo. Ja, maar de voorkant. Wat zegt hij nou weer? Wat zei je? Ik hou van jou, mama. Wat zei je? Ik zei echt niks, hij zegt zo verder gaan. Ja, man. Doei. Dat begrijp ze niet. Hij zei dat ik dat niet begreep. Hij is zo waar, dat begrijp ze niet. Jij gaat naar Delft. We kunnen niet meer goed opkomen. Jezus.
Hou voor jou, man. Ik heb hem gezegd, dat moet je nooit laten blijken. Je moet er altijd net doen of je een hele intelligente moeder hebt. Dat heb ik je verteld. Ja, leuk. Mij niet, maar in andere bossen zijn al die jeugd. Op mijn hoofd en in mijn nek. Dat zijn die beestjes. In mij al, een stofzuiger heel de dag. Dat zijn die beestjes, dat zijn vast onder de rode, nou ja, bultjes. Ja. Die boom. Ja. Dat vind ik echt mooi. Zondag in België, mooi weer was het. Ja, mooi. Mooi weer. Met de kleur, hè? Ja. Kijken. Kijken. Is het vol? Nee. Ik zie niks. Oh, zo kan je doen. Ik kan ook gewoon zo. En kun je ons ook samen filmen? Ja. Zoals vlogger, weet je. Zo, dan draai ik dit op. Ah, zo, kom maar. Even vloggen. We zijn nu in het... Nou ja, zeg. Nee, jij ja, ook, hè. Met je moeder begrijpen. Ze begrijpen toch niet. Hé, je zweet. Doe even je ding aan. Nee, hoor. Leuk toch goed? Ik loop goed, joh. Nee, je loopt niet goed. Ja, loopt niet goed. Hier, berghout. Berghout, lekker om mee te roken. Toch? Ja, ik weet zeker dat je beter kan lopen. Dus. Hou vast dan. Gewoon, gewoon zo vasthouden. Ja, ik heb hem. Je krijgt last van je knie daardoor gewoon. Dat je scheef loopt. Hoe zie je nou hoe vol die nog is? Je accu, zeg maar. Mijn accu? Ja, hoe kan je dat zien? Wat? Ik maak een foto. Jij stond van mijn tong. En wat is dit? Wat? Dit. Ik maak een foto. En jij loopt daar met je camera. Maar wat is dat? Ik weet niet. Kijk, hoe kan dat? Want daarna maak ik nog een foto. En dan heb ik het niet. Nou, ik weet niet. Zie je het? Ik weet niet, maar voor mijn camera is het niet. Want nee. Ik ook zo voor me. Kijk. Misschien voor jouw lens of zo. Mijn lens? Nee, natuurlijk niet. Dan moet ik het toch op elke foto hebben? Alleen op de jouwe, op die niet. Nou, dat weet ik ook niet. We moeten nog een keer een foto maken. Of je het ziet. Nog eentje maken. En nu niet, man. Nee? Oh. Ja.
Dus stuur het dan naar mij toe. Ja. Ja. Ik heb nu geen wifi. Oké. Knapperd. Ja? Lekker ding. Opschaafd. Hallo, Joe. Hoi. 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 Lopen, joh. Ja, door een daarsel. Ja, dat is een stammetje, ja. Een boebeltje. Oh, dat zie je dan daar ook op. Ik ging, ja. Gaat het nou? Ik heb nog geen woorden voor. Nee, geef niet. Doe maar rustig. Je struikelde. Kijk, ga eens toe. Ga een goedje voetje op tillen van, ja? Doe ik ook. Ja, nee, maar ik doe extra, want ik heb er ook nog van. Want nu steek ik er gewoon stukken bomen uit de grond. Bij het strand heb je dat ook. Oké. Als we door het bos moeten lopen, hoe vaak ik me daar al niet vergis. Dat ik nog twee benen heb, is een wonder. Wat? Dat ik nog steeds twee benen heb, dat is al één keer geamputeerd. Echt zo vaak. Je moet ook een blink kijken. Links moet je gaan. Daar is niet de auto, dat is de parkeerplaats. Daar stonden we net, of niet, de boot? Nee. Kom maar, gaan we lopen. Gaat het? Ja hoor. Is je broek op doen of zo? Oké. Gewoon zo vasthouden. Kijk uit mensen achter je. Kijk, je ziet dat er mist is. Ja. Hoe lang duurt ze er achter je? Ik weet niet. Zo lang. Ja. Kijk, nou, daar heb je weer ze niet pakken. Ja. Ja, is een goede dag, mensen dan. Ja toch? Dat wil ik altijd zeggen, hè? Is er wat? Dat wil ik altijd zeggen. Wat wil je wat
een droge lepaar. Nou, volgens mij lopen we weg van de parkeerplaats. Hè? Kijk, de parkeerplaats. Ik weet ook niet waarom. Nee, nou ja, goed. Ik zal een rietje verbranden, kan ik... Oh, daar zie ik ook. Oh nee, dat zie ik niet. Laat me maar gewoon een rietje verbranden. Huh? Heb ik al gedaan. Oeh, lekker. Oh, je zweet natuurlijk. Ja. Dan moet je even je tas uit doen hier. Nee. Dan kan je opdrogen. Zullen we gaan rennen en over die palen heen springen? Horden lopen, zeg maar. Ja? Nee. Denk je dat het toch kan? Nee. Je denkt dat ik val? Ja. Nou, dan ga ik proberen, ja? En ga jij filmen? God, ik blijf bij de adem. Ja, zie je? Ja, dan gaat het die kant op. Ja. Maar dan staat de auto helemaal niet. Nee, ik weet ook niet waarom ze naartoe lopen zo. Maar dan kan je ergens wat drinken onderweg, want ik heb een flesje water meegenomen. Ja. Ik wil straks hier sushi eten. Huh? Wil je blijven eten bij Mike? Ik weet niet wat... Wat lijkt wel dat hulst bij de kerst. Weet je, met die rode besjes? Ja. Ja. Ja, het is gewoon leuk. Die boeken, daar gaan we. Ik heb het receptje. Je had hem in die zaak moeten passen. Hè? Waar gaan ze heen dan? Ik weet het niet. Ik ga maar je bellen. Ja, staat de auto niet de andere kant op? Nee, we zijn niet de auto, we zijn bij Wildo, zijn wij. Ja, maar ik zie de auto aan de andere kant staan. Ja, nee, we zijn de paarden. Oh, oké, okay, duidelijk. Je dacht wel eens wat, hè? Ik weet het. Ik heb daar nog een neus. Ja? Nou ja, niet van mijn heup, van mijn billen. Oh, dat betekent dat je de calorieën daar verbrandt. Nou zeg, wat ben je van die jongens? Ja. Hé jongen, bedankt. Alsjeblieft. Ik heb het al gegeten vanmorgen. Bij de handjes. Ik ga niet zoeken, dat ligt gelijk buiten adem. Hè? Die zijn er allemaal. Die zijn er allemaal vijf die uitgebloeid zijn. Nee. Nee, heel veel hoor. Die liggen alleen onder de bladeren nu. Ik zeg tegen Jill ook echt fijn in mijn billen. Hij zegt, nou betekent dat je calorieën verbrandt. Ja, dat is het. Super joh. Dat heeft dat kindje. Voor jou? Voor jouw kind? Nou, ik twijfel enorm. Ja, daar zie je wat liggen, klopt dat? Ja, pak op hoor. Oké. En die kleine doen. Wil, pak een stok. Doe even die bladeren weg. Volgens. Dan pakken wij ze op. Dat was een hele grote was dat. En die kleintjes niet. Ja.
Mangiar, mangiar. Ik doe hem weer uit dan, man. Ja? Ik doe hem weer uit. Kan dat. Ja.